schoolverzuim. Een keertje griep, dat gebeurt elk kind wel eens. Een paar dagen thuisblijven is niet zo erg. Lastiger wordt het als het schoolziekteverzuim lang duurt of als je kind vaker thuis blijft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte. Je kind mist veel lessen en dat kan de drempel om weer naar school te gaan hoger maken. Want er moet tenslotte veel worden ingehaald. Thuis kunnen discussies ontstaan. Je kind wil niet naar school, maar jullie willen het toch proberen. En je hebt de leerplichtwet. Wat is wijsheid? De jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg wil hier graag bij helpen. Door met jullie mee te denken, contact te leggen met de behandelend arts en zo advies te geven. Een afspraak maken kan met de jeugdarts die verbonden is aan de school van je kind. Zowel de basisschool als de middelbare school. Samen met de school, je kind en de jeugdarts stel je een plan van aanpak op. Voor ogen staat natuurlijk dat er zoveel mogelijk lessen worden gevolgd. Dat kan met hulpmiddelen of aanpassingen, bijvoorbeeld thuis of in het ziekenhuis via een laptop. Kinderen kunnen ook verzuimen zonder dat ze ziek zijn, ook wel spijbelen genoemd. Sommigen gamen te veel of hebben last van spanningen van thuis. Ook dan kan de jeugdarts meedenken om het verzuim minder te maken. Het is belangrijk om zoveel mogelijk lessen op school te volgen. Het doel is dat je kind trots het diploma haalt en je de vlag kunt uithangen.